Oh, daar is Charizard! Daar was die! Fut! Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we fotograferen in een vulkaan. Ik heb hier superveel hype voor en als jij hier ook hype voor hebt, doe een duimpje omhoog. Laten we kijken of we er 1000 duimpjes kunnen krijgen. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel naar de vulkaan. Zou hier Charizard zijn? Ik denk dat hier uiteindelijk Charizard moet zijn. Maar misschien is die er nu nog niet. Oh, het is hier... Is het hier donker in de vulkaan? Ik zie wel gelijk een vulkaan. Hoe heet dat ook alweer? De evolutie van Swabaloo. Altaria heet die natuurlijk. Die zit hier gewoon lekker hierachter een beetje zo te chillen. What up? Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wow! Wow! Luxray! Luxray die gooit even al die Altaria weg. Oh, wat is dat? Talonflame! Yeah, man! Talonflame! Talonflame is echt een van mijn favoriete Pokémon ooit. Ja, Luxray trouwens ook. Dit begint al gelijk super mooi, guys. Wat is dat? Wat is dat? Dat is een... Een Archeops. Oftewel een mytholoog. Nou, het is geen mythologische vogel. Wat vliegt daar? Aerodactyl. Aerodactyl's Anushka. Wow. Wow, wow. Kijk daar. Kijk daar. Monferno. En wow. Tyrantrum loopt er even achteraan. Die wordt helemaal lijpie. Waar gaat die Monferno naartoe? Monferno gaat er vandoor. Wacht even, wat gebeurt hier? Wat moet ik scannen? Ik moet iets scannen. Oh, het is maar een kristalbloem. Waarom moet ik nou een kristalbloempje scannen? Wow! Kijk hem boos doen. En kijk die vogels wegrennen. En kijk Tyrantrum erachteraan. Dikke Tyrannosaurus battle. Yo, daar komen nog een paar nieuwe. Oh, daar nog een paar mooie Aerodactyltjes. Die wil ik ook even beter op de foto leggen. Oh, ze komen allemaal weer terug. Oké, Archeopsies. Hebben jullie het een beetje naar je zin hier met z'n allen? Zijn jullie een beetje... Zijn de dagelijkse bezigheden een beetje gezellig? Of moeten jullie elke dag vechten tegen Tyrantrumpies? Wel een vet level zeg. Kijk hier, deze botten hier die uit de grond steken. Oké, we gaan blijkbaar naar het volgende gebied. Ik moet iets scannen. Ik weet niet wat ik moet scannen. Word jij eens even wakker, Luxray? Nee, je wordt niet wakker. Oké, dag. Wat moet ik scannen, jongens? Oh, hier. Oh, dit zijn Gravelers hier aan de muur trouwens. En dit zijn een soort van embersteentjes of zo. Kan ik die van de muur halen? Kan ik Gravelers van de muur halen? Ik kan zeker Gravelers van de muur halen. Oh, man. Oh, dan is die Luxray opeens wel wakker. Daar is nog een Graveler. Pak hem! Oh, oeps. Sorry. En nu? Wat is hier nog meer gaande? Ik heb de Graveler in de lava gegooid. Ah joh, Graveler is van steen. Die kan er wel tegen. Steenhard joh, die gasten. Oké, ik hoor hier weer iets. Hey, Slugma. Yo. En daarboven, Archeops. Laat ik even scannen. Oh, daar zit een Torkoal. Die kan ik nu nog niet zien. Maar die zit er wel. Charmander! Ja! Daar zijn ze. Wat zien jullie er leuk uit? Wat zien jullie er ontzettend cool uit, Charmander? Heel vet. En dan moet ik even die Torkoal nog fotograferen. Hier, ja, Torkoal. What up? What up? Alles chill. Oude vuurschildpad. Daar is Monferno weer. Die springt ook lekker gezellig mee. Hier zijn nog slukmaatjes. Jeetje, wat een hoop Pokémon hier, man. Ik moet nog even iets scannen nu. Dat is... Daar. Oh, Ancient Ruins. Ancient Ruins, oké. We zijn trouwens bijna bij het einde alweer. Dit gaat zo snel. Deze vulkaan, jongen, die zit echt boordevol met vette Pokémon. Wat was jullie favoriete Pokémon uit de vulkaan tot nu toe? Laat het weten in de comments. Ik heb er 11 op de foto vastgelegd. En het zijn allemaal nieuwe. We begonnen met deze schattige Altaria. Daarna hadden we Talonflame helemaal in de verte. Ik ben benieuwd waar die Talonflame naartoe is gegaan. Dan Luxray. Pakken we deze. Archeops. Allemaal 1-sterren foto's. Dan pak ik deze wel even waar die achteruit kijkt. Aerodactyl. Hoppa. Monferno. Heel geinig. Tyrantrum, jongen. Holy moly. Zag hem losgaan hier op die Archeops. Dit is een vette foto trouwens. Je ziet die Archeops hier schrikken. Deze ga ik sowieso pakken. Dan hadden we hier Torkoal. We hadden hier een Graveler. Ik pak deze wel even waar die naar voren kijkt. Dan Slugmaatje. En Charmander. Ik heb zelfs een 3-sterren Charmander. Oh, dan pakken we gelijk deze 3 sterren. Ik ben heel benieuwd hoeveel punten we moeten scoren. Ik heb dat nog niet gezien. Dit is wel een mooi fotootje hoor van Altaria. Ik denk dat hij best wel wat punten moet opleveren. Ja, diamond score. Dan Talonflame. Dit wordt brons. Dat kan ik je nu al vertellen. Hij is veel te ver weg namelijk. Maar we hebben hem tenminste. Kijk, ja, dit is brons. Luxraytje. Mooi. En inderdaad ook diamond. Dan Archeops.
Met z'n beide handen kop. Oh, dit wordt ook gewoon diamond. Bijna 5000 punten. Nice. Ik vind het ook wel een vette foto zo. Aerodactyl wordt denk ik brons of zilver. Dus even kijken. Ja, net zilver. Dan Monfernootje. Hey. Zilver. En dan deze Tyrantrum foto. Dit is zo'n dikke actiefoto, jongen. Deze kan zo uit Jurassic Park komen, jongen. Echt super nice. Wat vindt de professor ervan? Ja, hij vindt hem ook diamond. Nice. Die gaan we sowieso opslaan. Die is echt cool. Denk een van mijn mooiste foto's tot nu toe. Dan Torkoal, prachtig op de foto vastgelegd. Ook diamond. Nou, we zijn aan het scoren, jongen. En dan als laatste... Charmander! Heel leuk. Hij is ook diamond. Nice. Hoeveel punten moeten we scoren? 30.000? Ik denk dat we die wel hebben, toch? Ja, ruim. We hebben 41.000. En we zijn gelijk level 2 in de vulkaan. Ik moet wel even die ene foto opslaan van die Tyrantrum, jongen. Want dat is echt... Ja, ik denk dat dit echt een van mijn favoriete foto's is tot nu toe, hoor. Alles klopt ook gewoon. Je ziet een stuk omgeving. Je ziet een battle. Er is actie. Ja, love it. Die gaan we sowieso opslaan. De professor heeft weer een nieuw teleportatiepunt gevonden. Een gigantische berg. In het hart van Bellusylva Island. Is dat in het bos? Oh, dat is een Illumina Pokémon. Maar dat is dus niet hier. Even kijken waar dat dan is hoor. Want volgens mij is dat het eiland hier linksboven. Ja, zie je wel. Ja, maar hallo. We zijn nu in de vulkaanhype. En de vulkaan is nu level 2 geworden. Dus hey, hallo. Misschien komt Charizard wel tevoorschijn nu joh. Kijk. Oh, mooi man. Kijk die Altaria's. Vet. Maar waar is die Talonflame? Daar. Daar is die nu. Nu vliegt hij de andere kant op. Ik hoorde hier rechts wel weer wat gebeuren nu. Oh, yo, Monferno. Ik hoor hier achter me ook iets. Oh, Gravelers. Jemig. Gewoon Gravelers die naar beneden donderen, joh. Ik hoor allemaal gekke geluiden. Hier rechts is nu iets. Wat is dit? Ja, er zijn inderdaad een beetje rare geluiden daar. We moeten nog iets scannen. Wow, kijk de Archeops. Wat zijn dit voor geluiden? De Archeops die hoorden het ook. Waar komt het vandaan? Wat nou als ik nu ook mijn geluid ga maken? Waarschijnlijk moet ik dat kristalbloempje daar aanzetten. Oh, ik heb gewoon ballen natuurlijk. Oh, shit. Ik had daar gewoon zo'n Illumina-bal op kunnen gooien natuurlijk. Was ik even vergeten. Ik dacht dat ik die nog niet had hier. Zag ik daar Shinx? Ja, Shinxie. Zet Shinx op de foto. Ja! Yay! Wat een blije Charmander. Oh, Shinx. Oh, dit is te schattig. Ik zie daar trouwens nog zo'n Illumina Orb. Dus ik ga daar ook even zo'n ding op gooien. Oh, dan begint dit allemaal te glimmen, joh. En ik hoor hier rechts wat. Oh, Slugma, die komt even kijken. En ja, natuurlijk komt Monferno ook weer even kijken. Ik hoor hem continu. Ik weet alleen niet waar hij is. Ik zie hem niet meer. Cool stukje, hoor. Heel vet. Oeh, Typhlosion. Typhlosion hier. Eet. Eet iets. Eet iets. Wat is dit? Nog een Typhlosion. Hé, hey, ja. Wow. Cool. Oh, die komen uit Ancient Ruins, jongen. Oh, en Aerodactyl. Ja hoor. Ja hoor, Aerodactyl. Oh, die vulkaan is echt heel cool. Hey, ik heb een request complete van Altaria. Oké. Dat wist ik geen eens. Dan hier, Typhlosion. Ik weet dat dat de favoriete Pokémon is van best wel veel mensen, Typhlosion. Hier, Monferno, die even lekker aan het overvliegen was. Niet een hele beste foto, maar wel 3 sterren. Daarom heb ik hem gekozen. En dan Shinxie. Oh, ik vind het de perfecte foto van Shinx. Ja, en de professor ook. Nice. We hebben waarschijnlijk weer heel veel punten nodig om naar level 3 te gaan. 48.000. Ah, dat kan ik wel fixen, denk ik. Ik ga even een run doen off-cam. Ik heb toch een paar leuke foto's gemaakt. Kijk deze schattige foto van Jinx. Ja, en deze dan? Van Typhlosion. What? Hij flambeert hier even een Fluffroot. 4 sterren fotootje van Archeops. Nou, oh, zo cute. Deze foto vind ik zo leuk. Kijk hoe ik bij de hand die kijkt. Ja, en deze van Typhlosion, jongen. Oh, deze is toch insane. Kijk naar deze foto dan. Oh, die gaan we ook opslaan. Die is zo cool. De vulkaan is echt te vet. Hebben we de vulkaan dan nu op level 3? Dat moet wel. Dat moet wel. Ja hoor. Let's go. Level 3 vulkaantje. Laten we de vulkaan nu op level 3 gaan spelen. Ik zag dat er ergens nu ook een alternatief pad moet zijn, volgens mij. Ik heb geen idee hoe ik die moet triggeren, maar misschien gaat het lukken om dat te fixen? Ik weet het niet. Wow, holy moly, jongens. Talonflame schiet gelijk langs. Luxray staan hier gelijk overal op de bühne. Oh, wow. Typhlosion staat daar te chillen. Heel vet. Jeetje, het is hier gelijk super druk. Echt heel nice. Ik schiet overal foto's van. Oh, kijk hem spetteren. Dat zag er leuk uit. Hier, oh. Oh, deze ziet er ook... kijk een Parmantig zitten hier. Heel cool. Wat staat Monferno daar te doen? Holy moly. Meerdere Tyrantrums hier. Kijk dan.
Ze worden helemaal aangevallen, joh. Wat een gekke. Talonflame staat daar boven te chillen. Jemig. Kijk ze dan. Kijk, gaan ze battelen? Deze twee gaan battelen. De ruzie van de Tyrantrums. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Ik ben benieuwd. We hebben nog geen winnaar, jongens. Oh, daar. Vet. Die Aerodactyl daar op die steen. Oh, man. Ik vind dit level zo cool. Ik hoorde hier linksboven ook iets, trouwens. Ik weet niet precies waar, maar ik hoorde een geluid. Maar ik weet niet van wie dat was. Oké, we gaan hier naar binnen. We gaan scannen. Ja, kijk. Ik denk dat we nu dus een alternatieve route gaan vinden. Of niet. Nee, nee, nee. Hij scant gewoon dit. Alhoewel, ik moet nog iets scannen. Wat moet ik scannen? Ja, daar, 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 daar. Daar, daar, daar. Let's go. Let's go. Laten we de alternatieve route pakken. Alhoewel, volgens mij hebben we nu eigenlijk de normale route te pakken. Denk ik. Want hier zijn we al langs geweest. We gaan het straks nog een keer doen en dan gaan we de andere kant op. Dus even kijken wat hier allemaal gebeurt. Flareon! En daar nog één! Flareon! Kijk hem daar slapen met die Shinx. Flareon en Shinx zijn gewoon vriendjes, joh. Super cool! Oh, ik wil Flareon eventjes... Ik wil eventjes dit op laten lichten. Ik moet eventjes daar een balletje op die christenbloem gooien, hoor. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt met Flareon. Ja. Leuk, hè? Slugma wordt wakker. Zij worden ook wakker. Yo! Gaan jullie nou samen chillen hier? Yeah. Awesome. Heel vet. Kijk, ze staan, joh. Basis. Ja, dit kan toch niet anders dat Charizard hier ook ergens is. Dat moet toch wel. Oké, maar wat gebeurt er als ze bij dat ene pad links gingen dan? Ha, vette foto dit, zeg. Flareon! Ah, zo leuk. Ik zeg het je, we gaan dit level op level 4 krijgen. Ik weet het zeker. Kijk, we hoeven nog maar 8000 punten. Oké, nu gaan we links. Dus we gaan nu niet scannen hier. We laten het gewoon gaan. Wie zijn daar, joh? Er zijn er nou twee Monferno's? Ja, joh. Kijk, ze dansen daar, man. Die gekkies. Super lachen. Dancing Monferno's. Cool. Oh, gaan jullie die Tyranitar lastigvallen? Ja, ze gaan die Tyranitar lastigvallen. Holy moly. Ze hebben lef, jongen. Deze gasten hebben echt lef. Kijk hem. Ze zijn ook gewoon niet onder de indruk. Oh, wel. Oké, toch maar wegrennen dan. Wat gebeurt hier allemaal? Oké, wat vinden we hier? We vinden Charmanders. We zien hier Slugma's die gewoon lekker aan de muur aan het hangen zijn. Een Archops daar bovenop. Oké. Oh, Tyrantar, Tyrantrum. Oh, daar is Charizard. Daar was die. Daar was die Charizard. Ik zei het toch. Vet. Heel vet. Zo krijg je de Charizard, jongen. Oh, nou nog een goede foto. Want dat is nog niet zo makkelijk. Misschien nu. Ja, oh nee, de waterval was voor zijn hoofd. Ik moet die Charizard blijven volgen. Waar is die? Ik zie hem niet meer. Hij ruikt onder zijn oksel, die Archiops. Ik hoor hem volgens mij nog wel. Ja, daar. Hij is aan het battelen. Charizard. Ja, man. Ja. En hij is ook gewoon niet onder de indruk van Tyrantrum, hè? Die Tyrantrum, die boeit hem gewoon niet. Oh my gosh. Kijk, ik word gek. Ik word gek. We hebben Charizard gevonden. Dat was hem. Dat was hem. Oh, hier is nog een Graveler. Dikke vette mega hype voor Charizard. Ja! Oké, nu moeten we even een foto gaan uitkiezen. Ik heb zelfs 4 sterren voor Charizard, joh. Deze is wel sick, man. Daar is die, hoor. Charizard. Ja, je ziet die Tyrantrum ook echt iets supercools doen. Die zijn met elkaar in gevecht. Ik denk niet dat ik hier heel veel punten voor krijg, maar ik vond het toch gewoon een hele coole foto. Eens even kijken. Nou... Toch gewoon diamond, jongens. Vet. En jongens, ik denk dat we voor het eerst een level op niveau 4 hebben. We gaan het zien. Ja, max level, jongens. Max level. We kunnen de volcano op max level gaan doen. Maar dat gaan we doen in een volgende video. Willen jullie nou dat zien of willen jullie Illumina Pokémon zien? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.